Dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Disney Unique, oftewel Rollercoaster Tycoon. En we zijn dit keer bij aflevering 50 aangekomen. Uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker, ik geloof het wel. En in deze aflevering gaan we gewoon weer even iets bouwen. Want ik heb vorige keer een dive coaster gemaakt en dit keer wordt het dus een vernieuwde achtbaan, een kinderachtbaan. En ik heb een probleem en die gaan we gewoon proberen op te lossen. Ik hoop dat het lukt. Maar als we even zoomen naar dit punt hier zo, dan wil ik deze monorail gaan weghalen. Niet helemaal, maar ik wil de baan een beetje aanpassen. Een beetje maar. Dus schrik niet dat ik heel veel ga aanpassen. Ik wil hier namelijk een stationnetje bouwen voor een kinderachtbaan. En jullie zullen bij jezelf denken, Vincent, waarom een kinderachtbaan? Ik vind het gewoon fantastisch om te bouwen. En ik vind het ook de perfecte, de plek vind ik ook schitterend om een kinderachtbaantje neer te zetten. Dus ik ga gewoon eens even kijken of we het pad één blokje kunnen verschuiven. Zo te zien kan dat. Als we dit hier gebruiken, kunnen we het pad een beetje opschuiven, zodat we hier wat meer plek kunnen maken. En moeten we dus ook de monorail eventjes in een kleine onderhoudsbeurt zetten. Dus dat we eventjes nog niks bouwen aan die monorail, maar die krijgt in ieder geval wel een andere layout. Nou, terwijl het park gewoon open is, gaan wij dit verbouwen. En wat ik dus eerst ga doen, is eventjes dat we dit pad dus gaan een soort van verbreden, maar dan naar de andere kant. Dus hier halen we het weg, het pad. En dan komt hij hierbij. En dan gaan we kijken hoeveel kunnen we hier erbij doen. Ik denk nog wel twee plekjes. Ja, dat is wel gaaf. Hij mag niet te dicht bij de coaster zijn. Maar als er dus hier twee plekjes afkomen, mogen hier ook twee plekjes af. Zo zie ik het dan nu, hè. Zelfs de entertainers lopen nu helemaal op een verkeerd pad. Dit rood gaat ook allemaal weg. En dat snappen jullie ook wel, hè. Dit rood gaat verdwijnen. Dat wordt een bruin pad. Ik had eerst het vermoeden van, we gaan een ander thema doen. Dus, een ander thema. Dat betekent dus dat we ook het pad kunnen aanpassen. Maar dat is dus niet zo. Ik verwijder gewoon heel veel stukken pad. Dat is niet de bedoeling. Ik vond de padkleur, je weet niet. Ik heb dat zo vaak veranderd, het padkleur. Dat weten jullie inmiddels misschien ook wel. Of ik heb het eruit geknipt in een van mijn video's. Maar ik zat heel erg te tobben over het feit van, welke kleur moeten we gebruiken? Het was echt heel vervelend aan het worden. En ik maakte mezelf alleen maar moeilijk. Want ik was niet tevreden met van, ja, welk pad ga ik nou kiezen? En ik was een beetje van het padje af. en ja, ik hoop dat het nu gewoon beter gaat in de padkeuze die ik ga maken. En ik verwijder hier gewoon wat bloemetjes, want kijk, mijn idee was dus om gewoon het pad even te pakken, zo. Hier, dit te pakken, zo, en dan dit ook vol te maken. Kijk, gewoon over de bloemetjes heen. En dan kunnen we het hier, hoeveel breed was dit eigenlijk? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dus dan kunnen we dit nog weghalen. En dan zou het ongeveer zo moeten gaan lopen. Nou, dat vind ik ook geen probleem. Dat ziet er even leuk uit. Misschien kan ik hier nog wel wat afhalen, zodat we hier er weer wat bij kunnen doen. Kijk eens, hoe meer naar die zijkant, hoe beter. Uitkijken voor de ondersteuningen, maar dat komt helemaal in orde. Daar ga ik gewoon vanuit. Ik ga nu heel voorzichtig die bloemetjes weghalen, want het zijn er echt ontzettend veel. Het is allemaal kleine stukjes bloemetjes die in een pack zijn samengevoegd door mij. En die ik dan talloze keren in mijn park heb neergezet. Dus ja, het nadeel is natuurlijk dat ik gewoon die bloemetjes ga verwijderen. En het spelletje voor nu is om zoveel mogelijk, om zo weinig mogelijk pad te verwijderen. Dat is mijn soort van verwijderspelletje nu geworden. Dat heb ik net binnen een paar seconden verzonnen. En dat gaat helemaal goed komen. Mensen, ik ga aankomende zaterdag ga ik weer naar de Efteling. Het is toch ongelooflijk. We hebben een klein crew uitje met een andere crew. Waar ik ook naar Walibi ben geweest. Misschien weten jullie nog wel. De Sinterklaas crew. Waar wij de film hebben meegemaakt. En ik mag, zolang ik niks weet of mag publiceren over eventuele toekomstplannen over meerdere films of projecten waar ik mee bezig ga, mag ik daar nog niks over zeggen. Dus helaas, en ik heb het trouwens goed gedaan, ik heb maar 3 stukjes pad verwijderd. Nou, dat was een goede, ik heb de smaak te pakken, hè. De pad daar, kijk, zoals je ziet heb ik het hier al helemaal rondgemaakt, hier. Maar dit kleurige pad, dat komt dus over het algemeen in het, door het hele park heen. Dus dan kan je in ieder geval wel, verwacht je iets in ieder geval. Deze muur gaan we dus voor tijdelijk nu eventjes weghalen en ook de bomen eromheen. Ik ga dus niet alle bloemetjes en plantjes weghalen. Maar over het algemeen ga ik wel een hoop boompjes weghalen om orde te krijgen. Hoe groot is het gebied waar we kunnen bouwen? Als ik deze rots weghaal, moet je kijken. We houden heel veel ruimte over in één keer. En dan hebben we zoiets van, nou, hier kunnen we makkelijk iets van maken. Nou, zoals je ziet moet ik dit allemaal handmatig verwijderen. Heb ik daar nu eventjes niet echt heel erg zin in. Dus we gaan dit gewoon eventjes vooruit spoelen voor jullie. Speciaal voor jullie.
Nou, dames en heren, dit was de bouw van, van onze kinderachtbaan. Ik wou divecoach zeggen voor de leuke aflevering. Nee, natuurlijk niet. Dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Als we nu al, hè, kom op, we zijn net begonnen. We hebben het grootste gedeelte gehad. We gaan dit eventjes, dit land gaan we iets verkleinen. Want we moeten namelijk een beetje orde hebben met dat land. Het is namelijk allemaal in verschillende delen. Het is een laagje hier en het ligt niet helemaal lekker. Kijk hoor. Dat moeten we een beetje lager. Dit moet een beetje lager. Zo. Dit ligt veel te hoog vergeleken met die andere. Oh. Zo. Prima. Dit wil iets naar beneden misschien. Ik neem ook het hekje mee. Uppakee. Kijk, nu is het één niveau. Hè. Dat moeten we hebben. Ik zie hier nog twee hekjes die ik kan weghalen. Want het is onnodig hier om dit hier te plaatsen. Hier komen nog wel boompjes. Zo, uppakee. Ik ga even mezelf opslaan. Want dit is best wel moeite. Mocht het crashen, je weet het nooit. Hè? Instabiele rollercoaster Tycoonery. Dat is de alternatieve naam voor deze game. Nou, er is niks op. Ik heb er niks op tegen, maar ik hoop dat Rollercoaster World gewoon wat stabieler in elkaar zit. Ik zie nog hier een klein lijntje. Zoals ik al zei, ik hoop dat Rollercoaster World ook een beetje dat gezeik met dat verlagen van het land een beetje weghaalt. Oh jongens, dit is zo verschrikkelijk. Ik moet een heel klein muisveegje. Hé, hey, het is weg. Ongelooflijk. En is het aan de andere kant zeker lelijk geworden? Nee, dat is niks van te zien. Mooi zo. Hier gaan we dus de station maken. Het is een klein station. De kinderachtbaan heeft ook niet echt een groot station nodig. Laten we eerst een layout maken. En ik zal eerst de kinderachtbaan gaan zoeken. Dus ja, de kindertjes. Kijk, we hebben een Dasmatse Flying Shaikai Coaster. Dat vind ik een ontzettend leuke. En waarom gaan we die niet gewoon neerzetten? Dat vind ik ook een heel leuk idee. En welke kant laten we hem opgaan? Want we kunnen hem de kant van de Dive Coaster op laten gaan. We kunnen hem ook de kant van die kant op laten gaan. Dus dat hij over of bij de tractors gaat. Ik denk dat dat leuker is. Dus ja, eens even kijken. We gaan hem hier plaatsen, denk ik. Het is een beetje lastig, want ja, je moet dit wegdenken, die monorail, die zit dus niet in de weg. Zo. En dan bouwen we gewoon, ja, dit moeten we allemaal weghalen. Ik vind het zo verschrikkelijk, dit is zo'n rotwerk. Mensen kunnen geen grote bom erop gooien. Kijk al die bloemetjes, verschrikkelijk. Hè? Nou, of we moeten gewoon er overheen bouwen, dat kan natuurlijk ook, hè. Laten we dat gewoon doen, dat die over de bloemetjes heen gaat. Je kan het trouwens ook stel doen, maar dat, ja, het moet wel een achtbaan idee zijn. Wat is het? Oh, het is zoiets. Wat leuk, joh. Ja, dat is een kinderachtbaantje. Prachtig. Vind ik heerlijk om te zien. Ik kan daar heel erg lang naar kijken. We maken de trein ook langer. Het moet echt zo'n lange trein worden. Nou, zoals je ziet kunnen we dus... Ik kan er een looping maken. Ik denk niet dat hij dat haalt. We kunnen hem ook wat steiler naar boven laten gaan. Maar dan vind ik het kinderachtbaan idee is dan gelijk weg. Ik vind dat we hem gewoon heel langzaam naar boven moeten takelen. En dat hij ook niet te snel moet gaan. Want het blijft tenslotte natuurlijk een kinderachtbaantje. Hij mag niet te snel gaan, maar hij moet wel gewoon, ja, gewoon wild zijn voor die kinderen. Ze denken van, show jongens, dat zelfs de ouders denken van, nou jongens, wat is dit een vreselijke, lange, grote achtbaan. Had ik niet verwacht. Nee, dat had ik echt niet, dat had ik er niet achter gezocht. Grote spiraal omhoog. Oh, dit is heel gaaf. Kijk, zoiets is gewoon ontzettend stoer. Zo. Dan gaat hij gewoon over de dingen heen. Over de, ja, dat vind ik fantastisch. Misschien nog eentje zo. En dan gaat hij hier... Waarom kan hij daar niet overheen? Wat blokkeert hem? Die monorail natuurlijk weer. Oh, die jongens, die monorail gaan we weghalen hoor. Hij loopt alleen maar in de weg. Ik heb er alleen maar gesjaak van. Huppakee, we passen dat nog wel aan. Dan gaat hij maar niet over dat. Ja, dat was het idee, maar ik heb er liever een achtbaan overheen. Dan dat we een monorail eroverheen hebben. We kunnen gelijk die blauwe lelijke palen weghalen. Ja, ik had er niet zo heel erg last van, maar het zal wel wat opknappen nu. Zo, de blauwe paal weg en daar een blauwe paal. Zo. En misschien heb ik zoiets van, misschien slopen we de monorail wel helemaal. Ja, ik weet niet of het echt nut heeft om een monorail te plaatsen. Hij is op zich wel leuk, maar ik vind hem ook wel een beetje in de weg staan. Ik denk niet dat het ergens als we hem weg gaan halen. Het idee was leuk, maar dan maken we hier gewoon een betere attractie. Ik denk dat we dat gaan doen. Dus de monorail kunnen we wel een beetje vaarwel tegen zeggen. Nou, de achtbaan tenslotte ziet er veel leuker uit. Dus daar ga ik snel aan verder. De kinderachtbaan. Hoe gaan wij hem verder laten gaan? Misschien maakt hij wel een kleine spiraal naar de andere kant. Ik moet sowieso kijken of hij het gaat halen met de snelheid. De snelheid mag wel sneller omhoog. Zo. Ja, zoiets. Kijk. Perfect. Dan gaan we hem nu naar beneden. We laten hem nu de andere kant op gaan. Dus dan gaat hij zo. En dan een kleine spiraal zo. Naar beneden. Perfect. Hij moet dus hier door het gebied gaan. En de bomen gaan we nog weghalen natuurlijk.
Maar dit, ja, dit is natuurlijk fantastisch, zo'n achtbaan eroverheen. Kijk nou hoe hard die gaat. Wee, voor die kinderen is dat heerlijk. Ik ben gewoon jaloers, ik wil er ook in. Alsjeblieft, laat me erin volgende keer. Kijk hoe gaaf. Hij is zo gaaf. Gewoon lekker tempootje. En dan mag je hier natuurlijk naar beneden gaan. Zo, en dan gaat hij hier eroverheen. Oh, heerlijk. Moet even niet opletten op de boom hoor, want dat wordt nog aangepast. Hier maken we een bocht. Een beetje een scherpe bocht. Hij gaat door de bomen heen. Ik zie door de bomen de achtbaan niet meer. Ja, dan komt hij een kleine spiraal. Kunnen we dat gaan doen? Misschien wel. Hij blokkeert hier iets. Wat weet ik niet. Ja, dit gaat niet lukken dit. Wel jammer, want dit is wel schitterend. Zo kan die wel. Raakt hij dan net de baan? Ik weet niet of hij net de baan raakt, joh. Anders moeten we hem twee keer naar beneden laten gaan. Nee, hij raakt de baan niet. Nee, zeker niet. Dit kan gewoon. Ja, prima. Leuk, joh. Ja, dit vind ik gewoon een simpele layout. Moet je gewoon niet te moeilijk maken. Ik denk dat dit gewoon perfect is. Kijk, de baan eraan. Dan ga je omhoog. Verlies je wat speed. De eerste daling is natuurlijk al vrij hard voor kinderen. Je wordt een kinderachtbaan, jongens. We kunnen niet te gek gaan doen. Dan gaat hij door de tractortjes. Gaat hij doorheen zo. Nou, in ieder geval door het gebied. Dan maakt hij wat vaart. Dan maakt een bochtje. Deze boom halen we weg. Deze boom. Dat moet sowieso. Hier maakt hij een scherpere bocht. En dan hier gaat hij naar beneden. En dan maakt hij nog wat ups en downs, hè. Net als een relatie, ups en zijn downs. Ja, perfect. Hier zou ik een bocht doen. En dan... Oh, je kan nog een scherpe bocht doen. Kijk nou. Dit is echt ongelofelijk. Het einde. Kom, we gaan eens gek doen. We gaan gewoon eens gek doen. Puur omdat we dat nooit doen met rollercoaster, kunnen we gewoon eens een keer gek doen. Wat nou als we zo'n einde erin hebben? Ja, dit kan toch zo? Even kijken, want hier komt die achtbaan. Daar gaat dit zal wel heel gek zijn dit. Nou jongens, we gaan even in de achtbaan. Leuk. Leuke achtbaan. Lekker scherpe bocht op het einde. Lekker onrealistisch. Dit is natuurlijk een topvorm van onrealisme dit. Prachtig. Ja, vind ik mooi dit. Kijk, let op. Dit is zo vreemd, hè. Kijk. Wow. Dit is zo vreemd. Ik kan het niet aanzien. Ik haal het weg. Ik haal hem meteen weg. We gaan hier natuurlijk remmen op doen. Hoewel zit hij... Ja, het hoeft niet eens. Deze rots zit wel aan de weg. Oh! Oh, chips! Nou, klein achtbaantje. Super schattig. Echt super schattig. Ik wil er gelijk in. Laat me erin, jongens. Laat me erin. Woehoe! Dit is cool! Er zit ook gewoon vooraan, hè. Oeh, door de boom heen. Dat kan toch niet onrealisme? Yeah! Wee! Ah, dit is fantastisch. Hier gaan we het voor doen, hè. Hier gaan we het voor doen. En over de tractortjes. Dus als je je mam en pap ziet, kan je gewoon zwaaien vanaf de achtbaan. En ja, hier doen we het voor. Hier doe ik het voor, sowieso. En we doen nog een laatste bochtje. En dan gaan we die ups en downs krijgen. Hè? Dan komen we in de relatie terecht, let op. Dan komt de relatie. En... Wow, relatie. Kijk eens. En het einde. Dan is die veilig op zijn plekje. We kunnen hem nog wat speed geven. Dat is eigenlijk echt heel simpel. Maar een klein beetje sneller. We laten hem gewoon iets sneller omhoog takelen. Ja, kijk eens. Daar gaat hij hoor. Heerlijk vaartje. Dat mag ook wel hoor, dit. Dit mag best wel bij zo'n attractie, bij zo'n kinderbaan. Ik mag hem trouwens nog wat sneller doen. Zo. Dan heeft hij nog lekker wat vaart erbij. Zo. Moet even kijken of hij niks raakt. Hij raakt wel een aantal dingen. Deze boom gaan we bijvoorbeeld, helaas maar, het is waar, gaan we een paar dingen weghalen. Gewoon omdat het niet realistisch is. Deze boom moeten we helaas weghalen. Dan komt hij langs deze boom. Een van deze bomen moet gesneuveld worden. Ik denk deze. Is dat een boom? Nee. Het lijkt alsof er twee bomen staan nu. Nou, dan halen we gewoon deze weg. Excuus voor Wereld Natuurfonds. Excuus. Ik ga het goed maken. Zeker weten. Nou, natuurlijk komen er ook extra ondersteuningen bij. Haal ik dit een klein beetje weg. Maar is het wel echt een ontzettend leuke baan geworden. En ook dat uiteinde, ja, de kleur moeten we aanpassen. Want het moet natuurlijk een soort van lieve heersbeestje willen het gaan worden. Dus ik ga sowieso dit veranderen naar rood. Kijk eens, een rood rupsje met wit.
En ook de stoeltjes zijn wit. Oh, wat een schatje. Zo klopt hij ook gewoon, hè? Het is ook van Shy Guy om hem gewoon te eren. Shy Guy is een fantastische gozer. Heeft heel veel betekend voor de Rollercoaster 3 geschiedenis, vind ik zelf. Ik vind dat Shy Guy ook wel mee mag helpen met het designen voor de nieuwe rollercoaster. Het zou echt fantastisch zijn als het gebeurt. En zoals je ziet heeft hij best wel een vaartje. En kunnen wij best wel hiermee leven dat het een prachtige achtbaan is. Misschien dat ik het einde moet aanpassen, deze bocht, naar iets anders. En dan zat ik te denken, ik zat een beetje te zaken op het feit dat we dan het einde moeten doen met een met dit idee. Wacht even. Kijk, je gaat het zien. Op die manier. Ja, en dan nog eentje verder. Dus laten we zeggen, hij moet eentje verder. Wacht even hoor. Dus dan krijg je dit een rechtstukje. Dan krijg je een schuin stukje. Wel de goede kant op, Vincent. Anders gaat het niet worden. En dan pas krijg je een rechtstukje waar die normaal wordt. En dan sluit hij aan op het rechte stuk. Perfect. Moet wel een beetje bosjes weghalen. Want hij gaat flink door de bosjes bloemetjes heen hier. Maar dat geeft niet. Dat komt allemaal nog van bot. Kijk. Het klinkt bot, maar het komt van bot. Hier, dat je niet onrealistisch door al die bloemetjes gaat. Het voordeel natuurlijk is dat je die bloemetjes gewoon kan neerzetten. Hier moeten we uitkijken dat we de rots niet verwijderen. Want die rots mogen we, als we die aanraken, dan is het heel lastig om die weer terug te vinden. Hoe die was en hoe die stond op zijn plekje. Dat is allemaal een keer door mij neergeplaatst. En niemand weet waarom. Maar het ziet er gewoon leuk uit. Hier, de plantjes doen we dadelijk opnieuw. Dus schrik daar niet van. We kunnen ook we moeten natuurlijk ook een stationnetje gaan bouwen. Daar heb ik ook wel zin in. En misschien kunnen we wel dit stationnetje verlengen aan dit stukje. Dat de trein iets langer wordt. Ietsje langer. Want hoe langer, hoe beter. Dus dan maak ik hier een station van. Zodat wij het treintje kunnen verlengen naar, even kijken of stuks, 7 stuks max. Nou, dat ziet er zeker leuk uit. Zie je het? Ik zeg doen. Kinderachtbaan klaar. Hij is compact en hij is gewoon super gezellig. Hier staat hij in. Of tussen de tractortjes. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het ook super leuk om zoiets te maken natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel. Ik ga kijken of hij niet de rails raakt hier. Want hij raakt... Ja, dat hoofdje raakt een beetje die rails. Daar moeten we gewoon even over wegdenken. Ik weet dat het niet realistisch is. Maar daar moeten we gewoon even niet aan denken bij dit soort dingetjes. Nou, ja, de layout. Nou, we hebben de layout klaar. Ik sla mijn spel op. Ik vind hem zelf erg geslaagd. Ik hoop dat jullie het ook vinden. Vergeet vooral geen like te geven. Volgende keer gaan we het station doen. En dan gaan we verder met deze achtbaan. Met thematisatie. We gaan wat bomen in plaatsen. En ik ben sowieso helemaal tevreden over dit uiterlijk. Vergeet ook niet op ons forum te kijken. Want wij hebben een eigen Da Vinci forum. En dat forum is eigenlijk helemaal gespecialiseerd in allerlei soorten dingen. Maar ook natuurlijk vooral een Rollercoaster Tycoon hoekje. Een van mijn favorieten. En in dat hoekje kan jij, als jij ook een Rollercoaster Tycoon park bouwt, kan je die delen, maak screenshots, upload ze even naar Photobucket, noem maar op, en plaats op het forum, dan ga ik er naar kijken. Ik ga reacties geven, net als jullie, kun je ook gewoon je reactie geven op een foto of een hint of een tip, of je hebt gewoon heel erg naar je zin. Registreer je gratis op www.davinstaforum.nl. Dus zeker weten, hopelijk zie ik je daar wel een keer. Het is sowieso gezellig. Tot de volgende keer, vergeet niet te liken en te abonneren in het midden van het scherm. Doei doeg!